Pinksteren betekent niet alleen een lekker lang weekend, maar ook dat het Stadswandelpark hier in Eindhoven in het teken staat van Eindhoven Culinair. Ongeveer de 20e editie dit jaar, waarin jaarlijks zo'n 20.000 Eindhovenaren gaan zoeken naar de culinaire kant van Eindhoven. Nou, is het nou meer drinken of meer eten bij Eindhoven Culinair? Kletsen. Die heb ik nog niet gehoord. Ja. Wij vinden het gezellig om zo te kletsen hier met elkaar, mensen te ontmoeten. En dat is waarvoor wij komen. En dat eten en drinken is natuurlijk helemaal meegenomen. Het is de eerste keer dat u hier bent? Nee, dus we zijn vaker geweest. We hebben elkaar 5 jaar geleden hier ontmoet. Dus, Oh, romantisch. Ja. Dus dan moeten we zeker een keer terug, hè? Lust terug. Hoe ging die ontmoeting dan? Nou, het was een tweede date. En ik zeg, ga je mee naar Eindhoven Culinair? Hij komt van Tilburg, daar heb je Hap en Stap en Tilburg Culinair. Maar hij vond het ook heel leuk. Ja, het was gezellig. Ja, ik kom hier toch altijd mensen tegen die je kent. Dus, ja. Toen sloeg de vonk definitief over. Wat zeg je? Toen sloeg de vonk definitief over. Ja, definitief en nog steeds. Ja. Wat vindt u van de sfeer hier in Eindhoven? Nou, die vind ik heel goed. Want het is allemaal heel vrolijk en iedereen is heel geduldig en heel gezellig. Eigenlijk Brabantse gezelligheid hoor ik al hier, dus dat is wel leuk. Ja. Kunnen wij een crêpe wit chocola krijgen? Ja, dat kan. Geen idee hoe je dit eigenlijk moet eten. Denk gewoon in je mond stoppen. Ik zit aan de wijn en ik heb net een, wat heb ik allemaal op? Ja, yeah. Van alles. Alles wat gratis is hebben we op. En dat is? Dat was de babybel met spek en de hamburger. Weet je wat het is? En daar moeten we vooruit kijken. Het gaat om het eten, het is culinair. Ja. Dus een drankje, een hapje met een drankje. Maar ik zie het drankje, zie ik wel, maar het hapje is nergens te bekennen. Dat is het punt. Je moet er vooruit kijken. Ik weet niet, maar er zijn organisaties natuurlijk er ook mee bezig van. Het moet geen carnaval worden. Het gaat om de culinaire hoogstandjes. Maar wat is nou echt Eindhoven culinair volgens jou? Ja, gezelligheid, borrelen, vrienden, gezellige dagen. Ja, dat is het eigenlijk. Meer borrelen dan eten proeven? Eigenlijk wel, ja. Crêpes hebben we op. Die waren ook heel lekker. Die had ik ook op. Die waren lekker. Ja, met geitkaas. Welke smaak had je? Super lekker. Geitkaas. Ja, met geitkaas. En ik had ook nog iets met appel. Ja, ik eet hier gewoon alles wat los en vast zit. Dus, en drink je ook alles wat los en vast zit? Nou... Wat is nou de drijfveer dat jij hier elke dag komt? Ja, met vrienden leuke dingen doen. Gezellig. Hapje eten, borreltje doen. En je komt elke keer met mensen tegen die je maar een paar keer per jaar tegenkomt. En die kom je hier weer tegen. Dus dat is wel leuk. Heb je allemaal gegeten? Ik heb een pannenkoek gegeten, 2-3 ijsjes. Past dat allemaal wel? Ja. En jullie? Ik heb een pannenkoek gegeten en 1 ijsje en die doe ik nu.
nog een pizza. Dit zijn lege glazen. Ja. Yeah. Ze zijn al leeg. Je staat verkeerd. Lekkere glazen. En daar zit nog drinken in. Ja, hoe smaakt het? Goed. Die? Ja. Ik ken de benaming niet helemaal. Wacht even. Ja. Kunnen wij even kijken? De wok chicken, alsjeblieft. Helaas, maar die is uitverkocht. Is uitverkocht? Ja. Dus die was heel lekker dus. Dat is heel lekker, maar die andere is ook lekker hoor. Die is er nog wel. Die heb ik nog, ja. Nou, wat een toeval, dan doen we die maar. Ja, dat is goed. Nou, ik heb nog nooit met stokjes gegeten. Dus ik ga het proberen. Ja. Ja, daar lust ik wel meer van. Eindhoven Culinair 2013 zit er voor mij op. Wat was het nou? Was het nou meer eten? Was het meer drinken? Ik weet het niet. Eén ding weet ik wel en dat was dat het gezellig was. Tot volgend jaar.